Op een ochtend ergens in Limburg. Opstaan, tanden poetsen, ontbijt. Nog snel even het huisvuil buiten zetten. Maar wat hebben deze dingen nu met elkaar te maken? Voor Bionerga is uw afval een bron van energie en grondstoffen. Het niet recycleerbaar afval van de Limburgse gezinnen en bedrijven wordt opgehaald en naar de installatie in Houthalen gebracht. De kraanman mengt het restafval om zo'n optimale brandstof te bekomen en voedt hiermee de oven. Het afval wordt verbrand bij temperaturen tussen 900 en 1200 graden Celsius. Van in de controlekamer wordt het hele proces met de modernste technieken nauwkeurig gevolgd. Essentieel hierbij is de permanente opvolging van de rookgasreiniging, zodat de installatie enkel zuivere lucht uitstoot. Wat overblijft wordt voor 95% hergebruikt en dat in verschillende toepassingen. Maar wat heeft dit alles nu te maken met energie? De warmte die vrijkomt tijdens de verbranding wordt omgezet in stoom. Zo kan Bionerga warmte leveren en elektriciteit produceren. Met de komst van de nieuwe biostoomcentrale zal Bionerga nog efficiënter groene energie en grondstoffen beschikbaar kunnen stellen. Warmte en elektriciteit dankzij Bionerga. Vandaag en in de toekomst.